Ik ben Bert Regeling, ik ben schoenmaker in Dedenstraat. Mijn vader was schoenmaker en toen ik van school kwam, toen was er weinig werk. Ik had metaal gedaan en zodoende ben ik de schoenmakerij ingerold. We zitten nu 32 jaar hier in Dedenstraat. Ik ben vanaf het begin zeg maar, hier werkzaam geweest. En ik ben begonnen op mijn 17e en vanaf mijn 21ste ben ik zelfstandig. Met name doen we dan de schoenreparaties. De sleutels hebben we erbij. Heel veel onroosmiddelen. We hebben nog een afdeling wandelschoenen en stoomrijdepot. Onze werkzaamheden zijn schoenreparaties. En dan met name revisies doen wij heel veel. En we zijn heel groot in ruitersportreparaties. De schoenrevisie is, daar gaat de zolder in zijn geheel onderuit. En de hak ook. En dan wordt alles opnieuw geplaatst. Dus je hebt eigenlijk een nieuwe, compleet nieuwe schoen. Het is meer werk, maar van de onderkant zie je ook helemaal een nieuwe schoen, zeg maar. Ik vind, als je een schoenmaker bent, dan moet je ook met je klanten om kunnen gaan. Dus dat vind ik leuk. En de reparaties, dat is voor mij wel de grootste uitdaging. Ja. Het is geen stoffig beroep. Je hebt steeds te maken met vernieuwingen. Qua schoeisel, maar ook qua machinerie. Er komen steeds meer high-tech dingen. Dat maakt het toch wel heel interessant, ook voor jonge mensen, denk ik. Door jonge mensen op te leiden. En door continu bij te blijven met de nieuwste materialen, met de nieuwste technieken, de nieuwste machines. De schoenmakerij Bedregeling staat voor kwaliteit en veelzijdigheid.